We staan er bijna nooit bij stil, maar we krijgen elke dag te maken met asfalt. We fietsen erover naar school, rijden naar ons werk en houden onze economie draaiende. Maar welke wereld schuilt er eigenlijk achter asfalt? NTP neemt je mee in de wereld van asfaltproductie. Een wereld die veel groener en innovatiever is dan je zou denken. Dat begint al met de verzameling van grondstoffen. Asfalt bestaat uit een mengsel van zand, steen, vulstof en bitumen. Dat komt voor een deel uit Nederland, Noorwegen en Duitsland. Maar bestaat voor meer dan 50% uit gerecycled materiaal van bestaand asfalt. We schrapen oud asfalt van de weg, verpulveren het en vervoeren het in kleine stukjes naar onze centrale. Daar controleren we de samenstelling en verwerken het oude materiaal in nieuw asfalt. Die verwerking is een nauwkeurig proces dat begint in ons laboratorium. In ons lab creëren we een asfaltmengsel dat precies voldoet aan de wensen van de opdrachtgever. Maar we kijken ook verder. Wij willen een product maken dat goed is voor de maatschappij en vriendelijk voor het milieu. Daarom werken we samen met opdrachtgevers en experts uit de branche continu aan de ontwikkeling van asfalt dat nog stiller, nog veiliger en nog duurzamer is. Zo kunnen we een groot deel van het olieproduct bitumen vervangen door het milieuvriendelijke lignine, een plantaardige lijmstof uit olifantsgras. We gebruiken de plantaardige olie linpeef om oud asfalt beter mengbaar te maken, waardoor we nog meer oud materiaal kunnen recyclen. Daarnaast zorgen we voor slimme opslag en droging, waardoor we asfalt op veel lagere temperaturen produceren. Dit leidt tot lager gasverbruik en minder CO2-uitstoot. Wanneer we de juiste samenstelling hebben bepaald, begint de productie. Steen en zand worden gedroogd en verhit in een droogtrommel, waarna ze zorgvuldig worden gezeefd en afgewogen. De juiste hoeveelheden steen en zand voegen we samen met vulstof, bitumen of lignine. We mengen dat tot een goede, kleverige substantie ontstaat. Dan is het asfalt klaar. Vanuit de menger storten we het asfalt in geïsoleerde en verwarmde voorraadsilo's, waarna het na korte tijd door geïsoleerde vrachtwagens wordt opgehaald, die het zo heet mogelijk naar de bouwlocatie vervoeren. Daar staat een perfect ingespeelde asfaltploeg te wachten op de levering. Een asfaltspreidmachine, een walsmachine, balkman en afwerkers zorgen voor een weg die zo glad is als een biljartlaken. Daarna controleren we met verschillende metingen dat het asfalt de gewenste kwaliteit heeft. NTP en Asfaltcentrale Overbetuwe staan voor veiligheid en comfort vanuit een duurzame gedachte. We staan voor een groen en innovatief productieproces en asfalt dat minder belastend is voor het milieu en bovendien nog prettiger is om op te rijden, fietsen of lopen.